Château Lafite Rothschild is een van de grote namen in de wijnwereld van Bordeaux. Velen beweren zelfs dat hier de beste Bordeaux-wijn wordt geproduceerd. Bij de befaamde klassificatie in 1855 werd Lafite Rothschild ingedeeld in de hoogste klasse, Premier Cru Classé. In zijn jeugd is de wijn uitgesproken krachtig en geconcentreerd. Door rijping in vaten van nieuw eikenhout en naar de hand op fles ontwikkelt de wijn zijn verfijnde eigenschappen. In de beste jaren produceert Lafite Rothschild wijnen die zeldzaam lang mee kunnen, soms wel 20 tot 30 jaar. Baron Éric de Rothschild, eigenaar van Château Lafite Rothschild, is in de loop der jaren relaties aangegaan met gerenommeerde wijnhuizen in binnen- en buitenland. Uitwisseling van kennis en ervaring heeft geleid tot spectaculaire resultaten. Deze exclusieve groep van producenten is verenigd onder de naam Domaine Baron de Rothschild Lafite. We noemen er enkele. Château Duard-Milon is een prachtige cru classé in de appellatie Pauillac, vlakbij het beroemde Château Lafite Rothschild. De bodem bestaat afwisselend uit fijne kiezel, zand en kalk en de Cabernet Sauvignon is de belangrijkste druif. Afhankelijk van het wijnjaar rijpt de wijn 12 tot 18 maanden in barriques, waarvan elk jaar 50% wordt vernieuwd. Duard-Milon paart op bijzondere wijze kracht aan finesse. En dan Château Rieussec, waar een van de mooiste Sauternes wijnen wordt gemaakt. Weelderig zoet met impressies van honing, tropisch fruit, houtrijping en vanille. Château Rieussec kiest voor pure kwaliteit, de rijpste druif, een extreem lage opbrengst en perfecte wijnbereiding. In sommige jaren zijn de druiven aangetast door de schimmel Botrytis cinerea. Deze geeft de wijn een verfijnde kruidigheid. Onder de naam R. de Rieussec produceert het château een uitstekende droge witte wijn. Sinds 1999 is Château d'Auxerre lid van de Domaine Baron de Rothschild Lafite. Het château ligt in de Zuid-Franse wijnstreek Corbière. Château d'Auxerre, gemaakt van onder andere Syrah, Grenache en Mourvèdre, is een volle houtgerijpte wijn met rijpe tonen van donker fruit en specerij. De tweede wijn van het château heet Blason d'Auxerre. Een plezierige wijn met veel fruit en een aangename kruidigheid. Ook het Chileense wijnhuis Los Vascos maakt deel uit van het Domaine Baron de Rothschild Lafite. Los Vascos maakt prachtige wijnen van klassieke Franse druivenrassen zoals Cabernet Sauvignon, Merlot en Chardonnay. Het paradepaardje van het bedrijf is Le Dix, gemaakt van 50 jaar oude wijnstokken. 100% Cabernet Sauvignon en ruim een jaar gerijpt op Frans eikenhout. De samenwerking tussen Château Lafite Rothschild en bovengenoemde wijnhuizen is een groot succes geworden. Wijnliefhebbers in de hele wereld kunnen genieten van prachtige wijnen met karakter.